Vandaag een antwoord op de vraag van Ellen. Ellen is nogal een makkelijke eter. Dat betekent dat wanneer ze druk heeft, veel dingen aan haar hoofd heeft, veel invulling van haar dag heeft, dat ze de dag invliegt, allerlei dingen doet en ten tijde van die dag af en toe iets graait om te eten, wat maar om haar heen te vinden is. Op hele drukke dagen kan het eetpatroon van Ellen daardoor nogal onregelmatig zijn en de kwaliteit van haar voeding ook niet al te best. Dit maakt dat eens in de zoveel tijd Ellen zich nogal frustreert aan het effect hiervan, want dergelijke roerige periodes, drukke dagen, zorgen voor een toename van haar vetpercentage. Want vetopslag vindt al snel plaats op het moment dat Ellen zo onregelmatig en van lage kwaliteit gaat eten. Ellen heeft dan ook, één keer in de zoveel tijd, de neiging om eens flink aan haar gewicht en haar vetpercentage te gaan werken. Want dan ergert ze zich weer aan een regeltje wat is ontstaan na drukke, roerige periodes. En sleept ze zichzelf dan ook naar de sportschool, meerdere keren per week. En ze haalt haar sportschoenen tevoorschijn om ook daarnaast af en toe 's ochtends te gaan hardlopen. Niet dat ze dit nou zo heel erg leuk vindt, maar ze wil dan graag, wanneer dat regeltje is ontwikkeld, wil ze deze weer kwijt. En ze was altijd in de veronderstelling dat je een vetregeltje te veel enkel kwijt kan raken door verhoogde inspanning, door jezelf in het zweet te werken. Dat je enkel vet kan verbranden bij verhoogde activiteit. Dat wanneer je gewoon de dingen doet die je normaal gesproken ook doet, ja, dan kun je hooguit, wanneer je niet al te veel calorieën binnenkrijgt, dus een beetje let op de kwaliteit van je voeding en de samenstelling van je voeding, kun je wat afvallen, maar dan zal van vetverbranding niet zo heel veel sprake zijn. Ellen was altijd in de veronderstelling dat verhoogde activiteit nodig is om echt vet te kunnen verbranden, om een vetregeltje welk ontwikkeld is kwijt te raken. Dus sleepte ze zich altijd één keer in de zoveel tijd naar de sportschool, meerdere keren per week. En trok ze dus die hardloopschoenen tevoorschijn om dat vetregeltje maar te verliezen. Niet altijd met al te veel resultaat, maar toch, dit was haar aanpak. Nu sprak Ellen onlangs een vriendin van haar en die vertelde Ellen, die legde Ellen uit dat ten tijde van verhoogde inspanning, waarvan Ellen dus altijd heeft gedacht, dan vindt vetverbranding plaats. Want ik heb een vetregeltje, dat vet dat is reservebrandstof, ja, en mijn lichaam gaat enkel reservebrandstof aanspreken wanneer er een hoog verbruik plaatsvindt in mijn lijf. En ja, wanneer is er een hoog verbruik? Niet op het moment dat ik op mijn stoel zit, niet op het moment dat ik de gewone dingen op een dag doe, maar wanneer ik mezelf in het zweet werk. Dus Ellen dacht dat verhoogde verbruik en de verbranding van vet, het kwijtragen van dat vetregeltje, op het moment dat je aan het spotten bent, plaatsvindt. De vriendin van Ellen legt uit, nee Ellen, ten tijde van inspanning vindt helemaal geen verbranding van vet plaats. Verbranding van vet vindt pas plaats op tijden van rust, in tijden van rust. Bijvoorbeeld 's nachts. Dit vond Ellen best wel leuk om te horen natuurlijk, maar toch vond ze dit wat merkwaardig ook niet heel logisch. Plus, ja, slapen doet ze wel en dat vetregeltje raakt ze echt niet zomaar kwijt. Dus Ellen vindt dit een beetje een gekke redenatie, had ze ook nog niet eerder gehoord. Want dit zou ook betekenen dat ze zichzelf niet in het zweet hoeft te werken om een ontwikkeld vetregeltje kwijt te raken. Dus de vraag van Ellen is vandaag, klopt het wat mijn vriendin zegt? Dat je niet zozeer vet aan het verbranden bent op het moment dat je jezelf in het zweet aan het werken bent. Dat vetverbranding plaatsvindt op andere momenten. Nou, Ellen. Wanneer jij nu gaat sporten, dan verhoog jij de energiebehoefte doordat jij het energieverbruik in jouw spieren nu verhoogt. Op dat moment heerst er stress in jouw lijf. Stress wil zeggen
een hogere behoefte aan energie dan jouw lichaam op dat moment beschikbaar heeft. Stresshormonen, het stresshormoon adrenaline, wat op het moment dat jij nu gaat sporten en jezelf nu in het zweet werkt, en dus verhoogde lichamelijke inspanning, verhoogde spieractiviteit, op het moment dat daarvan sprake is, wordt het stresshormoon adrenaline geproduceerd. Dit hormoon is een kataboolhormoon. Dat wil zeggen dat het afbraakprocessen stimuleert. Onder andere de afbraak van jouw brandstofreserves. Je hebt brandstofreserves in je lijf in de vorm van je glycogeenreserve. Dat is een reserve hoeveelheid koolhydraten. En je vetreserve, je overtollige vetten. Dat is ook brandstofreserve. En zo had jij het ook altijd begrepen, Ellen. Adrenaline, het hormoon, een kataboolhormoon, welke geproduceerd wordt nu, wanneer je nu verhoogde spieractiviteit hebt, die stimuleert onder andere de afbraak van vetweefsel. Lipolyse, de afbraak van vetten aanwezig in jouw vetweefsel tot moleculen, want wat zijn vetten? Vetten zijn triglyceriden. Dat zijn molecuulverbindingen. Een verbinding van molecuul glycerol met daaraan verbonden drie vetzuurmoleculen. Lipolyse wil zeggen het afbreken van vetten uit jouw vetweefsel tot de moleculen glycerol en losse vetzuren. Die drie losse vetzuren. Wil dat zeggen dat jij op dat moment vetten aan het verbranden bent? Nee, lipolyse is namelijk vetafbraak. De afbraak van grote moleculen vet tot losse onderdelen. Waarom gebeurt dit? Omdat op het moment van stress in jouw lijf jouw lichaam tot prioriteit heeft A, om jouw spieren te voorzien in brandstof, maar B, ook het evenwicht in jouw lijf, welke samenhangt met je bloedsuikerspiegel, je bloeddruk, vochtgehalte, osmolariteit en zuurtegraad in jouw lijf, dat jouw lichaam, die moet dat behouden. Als je namelijk geen bloedsuikerspiegel hebt, ja, dan ga je dood. Wanneer je geen bloeddruk hebt, dan ga je dood. Op basis van verhoogde inspanning kan zomaar jouw bloedsuikerspiegel te laag gaan worden. Jouw bloeddruk te laag gaan worden. En dat mag absoluut niet. Dus waarom onder andere wordt jouw vetweefsel afgebroken? Zodat onder invloed van een ander stresshormoon, dus niet zozeer adrenaline, maar cortisol, welke al spoedig daarna wordt geproduceerd, zodat onder invloed van het hormoon cortisol, met behulp van het glycerol, afkomstig uit de lipolyse, de afbraak van vetten uit jouw vetweefsel, onder andere daarmee nieuwe glucose gevormd kan worden door jouw lichaam zelf, ook al heb jij op dat moment helemaal geen koolhydraat gegeten, om jouw bloedsuikerspiegel, die lager begint te worden door je verhoogde inspanning en daardoor het putten van die glucose in versnelde mate uit je bloedbaan, om jouw bloedsuikerspiegel maar te kunnen behouden. Cortisol, welke al spoedig na adrenaline, ten tijde van fysieke activiteit, maar ook nog daarna wordt geproduceerd, deze zal dus zorgen voor een verhoging van jouw bloedsuikerspiegel en bloeddruk en tegelijkertijd het verbranden van glucose in jouw spiercellen ten tijde van activiteit. Dus jouw vriendin, Ellen, had gelijk. Wanneer jij nu aan het sporten bent, in eerste instantie adrenaline en vervolgens cortisol geproduceerd wordt in je lijf, stresshormonen geproduceerd worden in je lijf, dan zou nu ten tijde van die verhoogde inspanning jouw bloedsuikerspiegel verhoogd worden en zou glucose verbrand worden in jouw spiercellen. Daar kan namelijk veel sneller energie, ATP, uitgeput worden en dus benut worden door jouw spieren dan uit vetten. Vetweefsel wordt wel afgebroken. Vetten worden wel uit jouw vetweefsel afgebroken. Lipolyse vindt wel plaats, maar dit garandeert dus nog niet de verbranding van vetzuren in jouw cellen. De verbranding van vetzuren, wanneer vindt het dan wel plaats? Niet alleen adrenaline kan jouw vetweefsel afbreken. Kan zorgen, excuus, want ik heb iets achter mijn lens. Niet alleen adrenaline kan jouw vetweefsel afbreken, vetten uit jouw vetweefsel afbreken, maar ook het hormoon groeihormoon kan dit. De productie van dit hormoon wordt gestimuleerd
ten tijde van verhoogde inspanning. Dus wanneer je je spieren benut, flink uitput, dan zou de productie van groeihormoon gestimuleerd worden. Dit is een hormoon welke dus ook lipolyse, de afbraak van vet uit jouw vetweefsel, kan stimuleren. Dit hormoon is ten tijde van die verhoogde inspanning echter nog niet werkzaam. Deze is pas werkzaam op momenten van rust. Op momenten van rust, dus wanneer er geen sprake is van die verhoogde spierinspanning en wanneer jouw bloedsuikerspiegel stabiel laag is, dan is groeihormoon werkzaam. En dit hormoon stimuleert niet alleen de afbraak van vet, maar ook, en daar was je naar op zoek, en dat bedoelde je vriendin ook, de verbranding van vetzuren in jouw cellen. En enkel dan, wanneer dat heeft plaatsgevonden, ja, dan zul je natuurlijk dat vetriggeltje uiteindelijk kwijtraken. Niet alleen maar op basis van de afbraak van vetten, want ja, die vetzuren belanden dan in je bloedbaan. En vervolgens kunnen die later wel weer tot vetten omgevormd worden en ergens anders opgeslagen worden. Bijvoorbeeld in je buikholte. Dus verplaatst worden van je onderhuidse vetweefsel naar je buikholte. Nou, dat wil je uiteindelijk ook niet. Dat is juist dat vetregeltje. Groeihormoon is dus nodig, de productie en werking van groeihormoon, om uiteindelijk dat vetregeltje te kunnen verliezen. Dit hormoon is dus enkel werkzaam in tijden van rust, wanneer er een lage bloedsuikerspiegel heerst in jouw lijf. Nu kun je denken dat dat is op het moment dat jij ontspannen bent, geen verhoogde spierinspanning hebt, gewoon lekker op de bank hangt of 's nachts in je bed ligt. Dat zei je vriendin ook. 's Nachts vindt de verbranding van vetzuren plaats. Ja, dit kan, maar hoeft niet. Wanneer je 's nachts in bed ligt en jij geen verhoogde spierinspanning hebt, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat er rust heerst in jouw lijf en een stabiel lage bloedsuikerspiegel heerst in jouw lijf. Dit is namelijk afhankelijk van de voedingstoestand in jouw lijf waarmee jij je bed instapt. En dat is afhankelijk van hetgeen jij je lichaam overdag mee voedt. Jij moet overdag je lichaam goed gevoed hebben met alle essentiële voedingsstoffen en zo min mogelijk met niet-essentiële voedingsstoffen zoals glucose, om 's avonds wanneer jij in bed stapt ook met een rustig lijf in bed te stappen. Met een lage, stabiel lage bloedsuikerspiegel in jouw bed te kunnen belanden en om vervolgens de werking van groeihormoon, wiens productie gestimuleerd wordt wanneer jij overdag je spieren hebt benut. Hoeft nog niet zo'n abnormale verhoogde spierbenutting te zijn, maar wanneer jij je spieren hebt benut, dan wordt de productie van groeihormoon gestimuleerd. Maar deze is dus enkel werkzaam in tijden van rust. En wanneer heeft je lichaam pas rust? Jij hebt rust wanneer je op de bank gaat hangen of in je bed stapt, maar jouw lichaam heeft pas rust op het moment dat er een stabiel lage bloedsuikerspiegel heerst in jouw lijf. En dat is pas wanneer jij je lichaam goed hebt gevoed met alle essentiële voedingsstoffen en zo min mogelijk met niet-essentiële, onrustmakende, disbalans veroorzakende voedingsstoffen zoals glucose. Welke, wat hoorde je aan het begin, je lichaam zelf kan vormen. En daarom heet dit een niet-essentiële voedingsstof. Als antwoord op je vraag, Ellen, klopt het wat mijn vriendin zegt? Dat je niet ten tijde van jezelf in het zweet werken, dus ten tijde van het spotten vet aan het verbranden bent? Ja, dit klopt. Maar wat je vriendin zegt, dat elke nacht ten tijde van nachtrust vetverbranding plaatsvindt? Ja, dit is wel veel waarschijnlijker, maar hoeft niet, afhankelijk van hoe jij je lichaam voedt.